In het Gelderse Gorssel werd vorig jaar op vrijdagavond 12 oktober... in hun vrijstaand huis aan de Elfuursweg een bejaard echtpaar overvallen... door 5 mogelijk Oost-Europese mannen. Precies een week later hield de politie in dezelfde straat een passantenonderzoek. Zo'n 200 voorbijgangers werd gevraagd of zij de week daarvoor iets bijzonders hadden gezien. De politie hoopte zo meer getuigen te vinden. Dat lukte niet en nu, 9 maanden later, dreigt het onderzoek vast te lopen. En daarom doen we nu een beroep op u. Het verhaal is bijzonder treurig. Het echtpaar kijkt die bewuste avond naar het 8-uur-journaal. Hij is 89 en hoort slechts. Zijn vrouw is 88 en zit in een rolstoel. Zij hoort boven plotseling gestommel en stuurt een man om eens even te gaan kijken. Zodra die boven de slaapkamerdeur opent, wordt de man door meerdere overvallers beetgepakt en naar de grond gewerkt. Eén van hen gaat bovenop de man van 89 zitten. Hij wordt gestompt en zijn keel wordt dichtgeknepen. Met een paar woorden in het Duits maken deze daders duidelijk dat ze geld willen. Uiteindelijk vinden ze uiterst waardevolle sieraden. En van de vrouw die beneden in de huiskamer hulpeloos zit, wordt ook nog eens met geweld haar 2 gouden ringen afgerukt. Waaronder haar trouwring die ze 60 jaar heeft gedragen. Ja, maar heel bruut. Van de daders is alleen bekend dat ze mogelijk Oost-Europees waren. Ze waren blank en in elk geval niet Pools, want deze taal zou het slachtoffer hebben herkend. Eén man had lichtblond haar, was ongeveer 40 jaar, met zijn 1,80 à 1,85 de langste. De andere mannen waren tussen de 1,65 à 1,70 en hadden hun gezicht bedekt. En volgens de politie moeten deze 5 een auto hebben gehad, maar zich die vrijdagavond 12 oktober ook te voet in Gorssel hebben opgehouden. Hoe sumier de signalementen ook zijn, hopelijk rinkelt er bij u toch een belletje. En anders lukt het misschien om via de gestolen sieraden achter de daders te komen. Die hebben onder andere 2 hele dure herologes meegenomen. Deze bijvoorbeeld van het merk Vacheron Constantin, een zogenaamde patrimony, is alleen al tienduizenden euro's waard. De andere is van Lange en Söhne, een zogenaamde langematiek met naast de seconde ook een datumaanwijzing. Daarnaast zijn er vrouwen sieraden meegenomen, zoals dit brede gouden schakelcollier. Dit witgouden collier met kleine diamantjes van Van Cleef en Arpels. Een collier van amethyst met gouden slot met briljanten. En deze halsketting van lapis lazuli met een bijzonder gouden kogelslot. Weet u waar deze sieraden zijn gebleven? Of heeft u andere informatie over deze woningoverval in Gorssel? Hoe klein ook, belt u alstublieft.